Danny Buijs, ik denk tevreden met het resultaat, maar misschien met het spel iets minder. Nou, ik vond dat we goed begonnen aan de wedstrijd. We moeten eigenlijk al heel snel gewoon de 0-1 maken en eigenlijk misschien ook al gelijk daarna de 0-2. Uiteindelijk komen we binnen 10 minuten op 0-1. En in de fase daarna moet je sneller de 0-2 maken. En nu hou je hun in de wedstrijd omdat het bij de rust maar 0-1 is. Dan krijgen zij op een gegeven moment ook nog een kans. Ja, dan gaan ze er toch in geloven en dan blijven ze hun taak uitvoeren. Maar uiteindelijk is het gewoon een dik verdiende overwinning. En hoe lastig is het om tegen een ploeg te spelen die maar met één aanvaller speelt en zeg maar de bus voor het strafschopgebied parkeert? Ja, maar dat is logisch denk ik. Ze zijn in principe gedegradeerd. Ze spelen met een hele jonge ploeg. Het zou wel heel naïef zijn als ze dan continu met z'n allen naar voren gaan rennen. Want dan gaan ze er gewoon elke week met misschien 5-6-0 vanaf. Dus dat is misschien wel slim dat ze gewoon weinig ruimte weg gaan geven. En verder moet ik zeggen dat zij wel een compliment verdienen. Want ik vond dat ze ongelooflijk veel energie in de wedstrijd stoppen. Niet opgeven. En dat in een hele lastige situatie. Het is te hopen voor de jongens dat ze dat nog een paar weken vol kunnen houden. Want dan kunnen ze in ieder geval zichzelf nog op de kaart zetten. En was het voor jullie lastig om te spelen zonder Mendes Moreira? Ja, je kon vandaag wel zien dat wij creativiteit misten voorin. We hadden nu een paar jongens daar lopen die kwaliteit hebben, maar hun kwaliteit is niet de creativiteit. Dat hadden we vandaag goed kunnen gebruiken, maar aan de andere kant is het dan knap dat je hier gewoon 3 goals maakt. Maar dat hadden er vandaag ook 5 of 6 kunnen zijn. En denk ook vooral de wissels waren ook al beslissend in de tweede helft? Ja, ik vond Jules Agatowski een fantastische assist bij de 0-2 uit mijn hoofd. En Felomina was ook goed voorin. Enorm aanspeelpunt, sterk, won al zijn duels. Dus daardoor konden we ook af en toe wat sneller de ballen vanaf de flank in het strafschopgebied pompen. Dus dat was prima. Terwijl normaal een centrale verdediger is. Dat is van origine een centrale verdediger, maar oké. Er lopen wel meer jongens op een voetbalveld rond die op meerdere posities kunnen spelen. En nu heb je nog 6 wedstrijden. De titel zal lastig worden, maar is er nog wel hoop? Nou, ik moet zeggen, ik ben op dit moment niet met de titel bezig. Als je 8 verliespunten achter staat. 2 weken geleden verspeelden we punten uit bij de treffers. En daarna begonnen we aan Lisse thuis, die wilden we winnen, dat hebben we gedaan. Vandaag Achilles uit, winnen hebben we gedaan. En nu kijken we weer naar Koninklijk KFC. Wordt ook een lastige wedstrijd. En eerst die maar weer eens zelf winnen en zo van week tot week nog kijken wat er mogelijk is. En dan proberen dan eerst die zo snel mogelijk de tweede plek veilig te stellen. Ja, je wil zo hoog mogelijk eindigen, zoveel mogelijk punten halen. Wat dat er gaat is toch knap dat we nu al meer punten hebben dan vorig seizoen. Toen eindigden wij tweede. En we hebben nu al meer punten met nog 6 wedstrijden te gaan. De uitdaging moet gewoon zijn om nog 6 wedstrijden te winnen. En zo hoog mogelijk te eindigen. En dan met opgeven hoofd je afscheid nemen en dan naar Groningen. Ja, dat doe ik sowieso. Tenminste, daar ga ik ervan uit dat we de laatste 6 niet verliezen. Nee, ik kan terugkijken op een geweldig mooie periode. En ik moet je zeggen, ook als ik zie hoe die jongens het merendeel van het seizoen voetballen, hoe ze trainen. Dan ga ik wel met opgeheven hoofd weg.